Goedemiddag, daar zijn we weer. We gaan vandaag op de livestream gaan we zalm op zederhout garen. Bonbonnetjes, je kunt een hele zijzalm garen. We gaan vandaag mooie kleine bonbonnetjes maken. Is leuk om een beetje op het plankje uit te delen, zeg maar. Wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard de zalm. Ik heb een mooi exemplaar meegenomen vanmorgen. Vorige week hebben we een platvis gefileerd. En vandaag gaan we dan een zalm fileren. En laat ik even zien hoe we dat het beste kunnen doen. Wat gaan we daarmee doen? Die zalm die gaan we fileren, in blokjes snijden. Die blokjes gaan we marineren in de sojasaus. Daarbij hebben we garnituur van geconfijte gember, bosui, pepertje. Er gaat wat marinade, er gaat wat limoen in, wat wasabi. En we doen wat Japanse mayonaise eroverheen en een klein beetje koriander. En dat maakt een beetje oosters en het een mooie fijne smaak. Nou, de zalm, die gaan we fileren. Hoe gaan we dat doen? Ik snij hem achter de kiel, kom maar wat dichterbij met je camera, dan kun je het goed zien. Op deze manier snij je hem in, tot aan de graad, niet verder. Draai het mes een kwartslag en dan hoor je eigenlijk al de buikgraatjes die ik doorsnij. En op deze manier gaan we naar de staart. En dan zie je eigenlijk al dat hij mooi los is. Hetzelfde doen we met de andere zijde. Ook los. En dit kunnen we natuurlijk heel mooi schoon schrapen. Hè, met een lepeltje, heel simpel. Kunnen we daar weer mooi een steekje tafel maken. Op deze manier. Dan gaan we de filet schoonmaken verder. Wat gaan we doen? De buikkant ga ik schoonsnijden. Mocht je een hele zalm hebben verkocht, net als mij, dan kun je ervoor kiezen om de buikkant dikker weg te snijden. En dit gedeelte is eigenlijk het vetste gedeelte van de zalm. En dan zou je natuurlijk heel mooi kunnen roken. Gewoon lekker met graten, vel, alles erop en eraan. En dat geeft een hele mooie, ja, mooie zachte, vette smaak van de zalm, zeg maar. Ik ga hem nu even wegsnijden omdat ik bonbonnetjes ga maken. Ik zal een filet laten zien hoe je hem wegsnijdt om te roken. En de andere filet zal ik dan klaarmaken voor de bonbons. Dus op deze manier eigenlijk kun je gewoon vrij royaal even onder die buikkant door hier. Die buik eventjes eraf snijden. Hier is dit is graat. Haal nog even weg. En dan zie je eigenlijk dat je op deze manier het vetste gedeelte, de toro eigenlijk van de zalm, die kun je heel mooi roken. Dat gaan we straks doen, tenminste als je thuis bent. De andere zijde ga je klaarmaken om te roken. Hoe maak je die schoon? Je ziet eigenlijk hier het vel. Kijk, de buikwand. Dan ga ik eigenlijk met het mes net even onder. Tot het einde hier. En dan snij ik het velletje door en dan haal ik het weg. Hier is een klein beetje het vinnetje. Snijden we ook even weg. Chef. Ja. Ik krijg een vraag welke messen jij gebruikt. Weet je dat toevallig? Ja, dat zijn. Kun je het even goed zien zo? Tamahanga. Japanse messen. Ik ben heel erg blij mee. Super scherp. En als je goed voor je mesjes zorgt, hoef je ze eigenlijk maar één keer te slijpen. Af en toe een beetje bijhouden. En dan kun je wel echt, net als de Big Neck, de rest van je leven mee vooruit. Zit Roderick mee te kijken of niet? Die de vraag stelt? Nee. Oh, daar komen ze vandaan, namelijk uit Weiden. Dan hebben we hier de ruggraat. Die zien we nog zitten. Als we met het mes even tegen de richting in gaan, dan kun je goed zien, denk ik. Dan springen ze mooi omhoog. Kijk maar. Nou, die moeten eruit. Ik heb daar een tangetje voor. Ik maak altijd een hele flauwe grap, zeg maar. Dit is het epileertangetje van mijn vrouw. Dus die heeft morgen weer dikke wenkbrauwen. Zo'n tangetje gebruikt. Nee, het is een mooi tangetje, een gratis tangetje voor de zalm. En op deze manier kun je heel makkelijk de graadjes eruit halen. Hij is er allemaal uit. Check nog heel even met je vinger of er wat voor zitten. Hier zit nog een buikgraadje van de buikwand.
En hier zit er een. Zo. Dan gaan we het vel verwijderen. Dat doen we eigenlijk heel simpel. We laten de zalm mooi liggen. Pak het staartje vast. Zet het mes erin. En dan weer schuin op de plank. Allebei de kanten staartje vastpakken. En dan kun je heel voorzichtig het mes het werk laten doen. Snij je zo het velletje eraf. Wat wel heel belangrijk is, als je zalm pakt, pak hem altijd met twee handen. Zalm heeft een hele losse structuur. En als je met één hand optilt, dan gaat de structuur los. Als je zalm gaat garen, dan laat hij los. En dat is gewoon zonde. Dus even met twee handjes vastpakken, een beetje liefde erin. Dit bruine is het vet. Nou, dat haal ik nog een beetje weg. Dat vind ik te sterk. Nou, had ik aan jullie gevraagd, degene die meedoet, pak een stukje rugfilet van 400 gram. Dit is de staart. Hier zit een stukje buik. Erbij snijden. En hier een mooi stukje rugfilet. Zo. Dan ga ik even de marinade maken. De marinade. Een mooi bakje voor hier voor de vis. Marinade mengen. Ik heb daar een hele mooie sojasaus van. Tomasu. Dat zijn de sojamakers uit Rotterdam. Daar ga ik dadelijk even iets meer over vertellen. Waanzinnige sojasaus. Deze komt trouwens uit barreltje 63. Dat is echt super gaaf voor de traceability. De sojasaus. De wasabi. Heb ik trouwens ook geleerd van de jongens uit Rotterdam. Hè? Wij zeggen altijd wasabi, maar het is de wasabi. En het is ook niet de moromi, wel op z'n Rotterdams, maar het Japans is de moromi. De klemtoon moet even anders. Ik heb ook limoen. Oh, limoen, dat even nog. Dat gaat ook in de marinade. Een klein beetje confijte gember. En een klein beetje koriander. Door de marinade heen. Dit mengen we. Kun je natuurlijk al van tevoren klaarzetten, maar het is niet heel spannend. En dan gaan we de zalm snijden. De zalm snijd ik mooie bonbonnetjes van. Eén plankje. Ik ga straks nog meer maken, want we hebben heel veel collega's die het lekker vinden. Waaronder Arjo, die staat boven het raam, staat hier mee te kijken. Je ziet morgen Abram. Dus die blijft hier een beetje hangen om de zalm te proeven, volgens mij. Hier gaat de zalm. We doen er geen zout op, want die sojasaus die bevat natuurlijk al genoeg zout. Daar doen we ook een klein beetje peper in. Terwijl deze sojasaus niet zo zout is als de normale sojasaus. Want deze zit toch een 2-3% lager in zijn zoutgehalte. Dus we doen alleen peper erop. De marinade gaat er overheen. En het receptuur had ik gezegd, laat hem 2 uur even in de koeling lekker doortrekken. Ja. Ik krijg door dat ze je af en toe niet heel goed horen. Kan je misschien iets harder praten? Ik ga nog harder praten. Ik heb hem hier lekker in de marinade staan. Deze zet ik in de koeling. Af en toe even een klein beetje van die marinade eroverheen scheppen. En bewaar die marinade. Hè? Want als je hem in de koeling bewaart, kun je hem de volgende dag lekker voor je zalm die je over hebt bij je tartaartje. Of snijd er wat sashimi van. Haal hem lekker door die sojasaus heen. Gooi dat niet weg. Dat is doodzonde. Want het is onwijs lekker. Dus even lekker marineren. Dan hebben we het plankje. Ik heb een cederhouten plankje. Die heb ik een half uurtje in het water gelegd. Langer heeft niet echt veel zin, want ja, nat is nat, zeg maar.
En hier gaan we de zalm op garen. Nou, ze zeggen wel, ze noemen het rookplankje, de zalm is gerookt. Maar de zalm is niet echt gerookt als die hier opgaat, want je kunt op twee manieren kun je dit plankje gebruiken. Wat wij gaan doen, we gaan hem nat gebruiken. Dus we laten hem even een klein beetje het eerste water in het hout trekken. Dat zie je nu al een beetje gebeuren. En dan gaan we zo die zalm op het hout leggen. En al zou je bijvoorbeeld iets meer de rooksmaak van het hout willen hebben, dan leg je dit plankje eerst op de Big Green Egg. En laat je hem even warm worden. Dan zie je hem meteen met het vocht uit het hout trekken. En dan kan je bijvoorbeeld een eendenborst mooi op het hout roken. Want dan krijg je ook de warmte van de onderkant van het hout. Pakt die mooi die cedersmaak. Wat wij nu doen is die zalm. Die zalm, die bonbonnetjes, leggen we op het plankje. En wat er nu gaat gebeuren, het plankje wordt eigenlijk de convector van de Big Green Egg. Je maakt eigenlijk een hitteschil tussen de kolen en het product. Waardoor ik niet direct de contactwarmte heb. En het vocht eigenlijk uit het hout komt. Dus min of meer de zalm bijna gaat stomen. Maar het vocht maakt eigenlijk die zalm gaar. En doordat ik geen contactwarmte heb, zul je zien dat die zalm eigenlijk gewoon heel zachtjes gaat. En die gaat natuurlijk door het vocht van de onderkant van het plankje. Maar ook door de bovenkant, de doom, die heeft natuurlijk zijn warmte. En die gaat mooi stralen op die zalm. Waardoor die eigenlijk heel langzaam rondom gaat. Zou ik deze blokjes op een rooster op het ei leggen, ja, dan is het heel snel, krijg je contactwarmte en lopen de eiwitten uit de zalm. En die eiwitten geven ook die vette smaak eigenlijk aan die zalm. Dat willen we niet. De zalm gaat op de Big Green Egg. Chef, ja. Zijn er ook andere soorten houtplankjes die je kunt gebruiken? Ja, zeker. Er zijn diverse soorten houtplankjes. Even tussendoor zie je dat hier nu op 170, 180 graden staat. En dan gaat op het eitje. Qua temperatuur, niet bang zijn, zeg maar, als die 10 graden hoger is, 10 graden lager is, geen paniek, dat is helemaal niet erg. Dan, als het wat warmer is, dan gaat het iets sneller en is hij wat kouder, duurt het iets langer. Liever ietsjes kouder, dat is minder erg dan iets warmer. De plankjes, we hebben nu zederhout. De zederhout, die zoete smaak, vind ik gewoon heel mooi eigenlijk bij de zalm passen. Zou ik een eendenborst pakken, dan ga ik bijvoorbeeld voor eiken. Mooie eikenplankjes, even nat maken, op de Big Green Egg leggen. Wachten tot het vocht eruit komt. We zullen deze naast leggen. Kun je mooi zien wat er gebeurt als het plankje opdroogt. En als je dan droog is, is het plankje ook warm, zeg maar. Dan leggen we de eendenborsten die schoon zijn gemaakt, op smaak gebracht, op het plankje. En dan gaat er wat iets meer branden of schroeien eigenlijk aan de onderkant. Waardoor die rooksmaak toch wat meer in het ei komt. En zou je iets sterkere smaak krijgen dan zoals we nu de zalm doen, zeg maar. Chef, ja. Ik krijg ook de vraag of misschien kan verbranden. Of wat er kan verbranden? De plank. Nee, het plankje hebben we wel altijd doen we een weken, dus hij is nat. En als je aan de bovenkant opdroogt, is je binnen nog steeds nat. Uiteraard, als je een plankje nu een half uur erop legt op 200 graden, ja, dan gaat hij wel krom trekken en is het klaar. Maar goed, een bereiding die wat langer nodig hebt, dan gaat de temperatuur iets omlaag en dan gaan we langzaam eigenlijk garen. Dan is het echt geen probleem, het plankje verbrandt niet. En mocht je een hele lange bereiding hebben, dus wat langere tijd, want we praten over een uur of langer, low en slow op hout garen, kan natuurlijk ook. Dan zou ik een convector ertussen zetten en dan kan er niks gebeuren. Dus dan kan je eigenlijk gewoon 24 uur met plankje garen. Geen probleem. Bon, dit is sojasaus. Misschien, ik weet niet of je hier de vier flesjes kan zien. Er zijn eigenlijk de vier ingrediënten die dus wat de basis is van sojasaus. Dus dat is eigenlijk de sojakorrel, die zie je eigenlijk aan voor de kijkers links dan volgens mij. Dan krijgen we graan, dan krijgen we sel de garam, het zout, het zeezout uit Frankrijk en water. Hoe maken ze sojasaus? Soja is eigenlijk, ja, dus in Rotterdam zijn ze bezig geweest, de jongens van Thomasou, om te kijken, een sojaplant die zich heel goed gedijt in de Hoekse Waard. Dus het is heel mooi, het is een product uit ons eigen land en dat vinden we natuurlijk ontzettend mooi. Die sojaplant die gedijt heel goed in de Hoekse Waard, zijn ze jaren aan het testen geweest en ze gaan sojasaus maken. Nou, hoe doen ze dat? Die sojaboon wordt eigenlijk gekookt met water, zout, tot een bepaalde gaarheid. En dat is ja, Piet. Piet is mijn favoriete gifmenger van Thomasou, zeg maar. Die weet precies tot hoever hij dat kan doen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want hoe gaarder de boom wordt, hoe sneller eigenlijk de fermentatie stopt. En dat is heel belangrijk om dat het juiste punt te vinden. Kan daar heel goed. Wat doen ze? Die sojaboon eigenlijk, die aan de kook is geweest, die gaan op een bed eigenlijk met een klein beetje ja, schimmel, een koji. Die ze eigenlijk laten fermenteren. En dan gaat het weer terug in een vat. Want dat hebben we gedaan. Ze hebben vaten, dat zijn whiskyvaten, die staan hier. Dat is een vat, dat is eigenlijk een Frans eikenhout. Daar hebben ze eerst een single malt whisky op gemaakt. En vervolgens worden die vaten gebruikt om in Schotland, worden ze uitgebrand, heel donker.
En er wordt daar whisky in gemaakt. Zo'n vat heeft al een 25 tot 50 jaar smaak, zeg maar, door verschillende whiskies die erin hebben gezeten. De jongens van Thomas Hubbard zeggen, hé, dat is mooi, zo'n vat, daar kan ik wat mee, zeg maar. Dus die hebben dat in Rotterdam gehaald en die zijn in die vaten die sojasaus gaan maken. Dat staat gewoon nog 30 maanden te fermenteren, te pruttelen. Iedere dag met heel veel liefde wordt dat doorgespateld. En dan heb je eigenlijk de maromi. De maromi is eigenlijk de ongeperste sojasaus, een hele dikke drap, die staat lekker te pruttelen. En als je dat zeeft, dan krijg je de sojasaus. Nou, die sojasaus heb ik gebruikt net. Puur natuur, super zuiver, heel mooi van smaak. En dan hebben ze natuurlijk nog, ze zeggen, ja, Piet is natuurlijk onze giftmenger, die heeft allemaal lekkere dingen gemaakt. Die heeft een sweet sojasaus gemaakt, dus er gaat er nog een halfjaartje suikerbiet erbij. En als dit klaar is, dus dan zijn we al 2,5 jaar onderweg, dan komt deze stiekem met om de hoek, dus met spicy, dan gaat nog Madame Jeannette. Nou, als je Madame Jeannette eet, dan vlieg je tegen het plafond aan, zo heet is dat. Maar het mooie is, als die in de soja zit en niet verpulverd wordt, dus gaat, in zijn geheel gaat hij erin, staat nog een halfjaartje te pruttelen. En die trekt heel langzaam die etherische oliën uit die peper, waardoor je dus eigenlijk een hele mooie frisse smaak van die Madame Jeannette hebt. Dan wordt het heel even pittig en dan zakt die weg. Super lekker. Nou, we het er toch over hebben. Je denkt, wat een mooi verhaal over de soja. We hebben natuurlijk steeds een prijs. Degene die dit gerechtje, en er was er al eentje die had hem al gemaakt voordat het gerecht op de livestream kwam. Dat is heel tof. We hebben een hele mooie samenwerking met Thomas Soe. Want Thomas Soe is klaar met zijn sojasaus. En toen zei ik van, ja god, dat is gaaf. Wat doe je nou met die vaten? Ik wil dat hout hebben. Dus we hebben die vaten hebben schoongestoomd. Die zijn gesnipperd. En we hebben dus een hele mooie zak gemaakt. Gevuld met het hout. Kijk, ondertussen ruikt het al die geur van het cedar. Even stiekem kijken. Kijk wat hier gebeurt. Hoor eens. Kijk, deze is nu droog. Hier zou je dus nu op kunnen gaan roken. En je ziet dat er eigenlijk aan de onderkant nog niks gebeurt. En de zalm die gaat mooi van onder en boven tegelijk. De sojasaus. Dit was barreltje 63. En hier hebben we te maken met barrel 73. En dat hebben ze voor de traceability. Op de website kun je zien hoe het geperst is, wanneer het geperst is, wanneer het gebotteld is. Nou, dit flesje komt uit... Dit vat, dit is het hout, de snippers van, ik moet hem even opensnijden, dus degene die deze heeft gevonden, heeft gewoon een open zakje. Kijk, hier zitten die snippers in. Nou, als je dit ruikt, dan ruik je echt die soja, die maromi, die echt die pure zuivere smaak. Die saus zit erin, de snippers zitten erin, en dan heb ik een heel leuk receptenboekje gemaakt. Die heb ik al uitgehaald. Er zitten 5 recepten, staan hierin, in combinatie met het zeezout, de sojasaus. Sojasaus en het hout, zeg maar. Dus kun je mooi even nakijken, onwijs leuk om te krijgen. Dus degene die dit maakt, tot en met het weekend hebben jullie de tijd, dus maandag gaan we de winnaar uitkiezen, die maakt kans op dit pakket. Ik zou het doen. Hij roept, ik wil eruit. Nou, dat is mooi. De zalm, je ziet wat er gebeurt. Je ziet hem mooi stomen. En de eiwit, het eiwit loopt er niet uit. Dat betekent dat ik die warmte van bovenaf optimaal heb gebruikt. Deze is warm. Je hoort hem, hij is niet verbrand. Nou, dit vind ik gewoon. Het ruikt nu nog wel super lekker. Ik gebruik daarbij een klein beetje Japanse mayonaise. Uiteraard kan het ook met een andere. Je zou ook een beetje yoghurt kunnen gebruiken, dikke yoghurt. En dit is het leukste van het hele gerechtje. Je mag hier een beetje kliederen. Even lekker mooi die saus eroverheen. Ik ga neer. Ja. Welke sojazuur zit in het pakket? Welke sojasaus? De naturele sojasaus. Dus eigenlijk de basis sojasaus. Dat is mooi om te beginnen om die te proeven. Want die is gewoon super lekker. Ik gebruik hem zelf gewoon heel vaak als zoutvervanger. Dat die in een saus, een paar druppeltjes sojasaus. Dus heel vol van smaak. En hele mooie lichte tonen van die Sel de Guerin. En ik weet uit betrouwbare bronnen dat ze momenteel ook bezig zijn in Zeeland, waar vroeger zeezout gemaakt werd, om daar weer gewoon het zout te gaan winnen. En dan gaan ze proberen om dat zout ook vanuit Zeeland te gaan gebruiken, om daar wat proefjes mee te maken. Dat zou natuurlijk te gek zijn, dat is helemaal 100% van eigen bodem. De boszaadjes erop. En dan doe ik ook... Klein beetje koriander erop. Dat is natuurlijk een beetje naar eigen smaak.
Ik ben daar een beetje voorzichtig mee, want heel klein beetje vind ik wel lekker, maar te veel, dan krijg ik altijd zo'n zeepsopsmaakje. Dat vind ik niet lekker. Dus echt subtiel klein beetje erop. Dat is genoeg. Klein pikantje. Ook dat natuurlijk. Mijn eigen smaak. Pepertje. Niet in je oven wrijven als je klaar bent met pepertjes snijden, want dat is geen feest. Ik ken nog een paar andere dingen wat ook geen feest is, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Als je peper hebt gesneden. Zo, en dan heb ik nog dat gembertje. Er is hier geconfijte gember, die ook bij je sushi zit, zeg maar. Dat is mooi fris zuur. En dat kleine zuurtje is natuurlijk heel lekker bij dat vetje van die zalm. Nou, ik weet niet of Ayo in de buurt is, maar ik zou wel van deze kant op komen. Dat is hartstikke lekker. Kom maar even proeven. Nou, het is lekker feestelijk. Je ziet dat het heel simpel is eigenlijk om dit te maken. En daar is hij dan. De zalmbonbons. Alsjeblieft. Geniet er lekker van. Vergeet niet het gerechtje te posten op de livestream. Je kunt het hele weekend nog wat de foto eronder zetten. De winnaar maakt kans op een mooie pakket. Volgende week gaan we een mooie steak, gaan we mooi grillen. Op een portobello, gevuld met blauwschimmelkaasje. Allemaal lekkere dingetjes. Ik vond het weer leuk. Hoop dat jullie volgende week bij zijn. Tot ziens.